Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij weer een nieuwe vlog. Deze vlog wordt geëdit op de MacBook Pro 13 inch M2. Als ik die heb. Deze vlog wordt dus op de MacBook Pro geëdit. En jullie horen dat ik al bezig ben met de muziek. Dus deze is eigenlijk zo'n beetje een stukje vlog dat ik op vrijdag 10 maart opneem. Wauw, het is al 10 maart. Het is nog 6 dagen op mijn verjaardag. En op mijn verjaardag ga ik dus streamen op YouTube waarschijnlijk. Dus daar ga ik eventjes ook de camera's erbij halen. Waarschijnlijk deze geen zendekker gaan bijhalen. Tot ook de vlog te streamen. En alleen de vlog te maken, wauw, sorry. En deze vlog wordt dus geëdit op de MacBook Pro 13 inch M2. Kan je net maar weten. Deze is de video van vrijdag. Ga zien hoeveel maten we dan gebruiken. 17 plus 8. 21 maat, kan dat kopen? Nee. 17, 18, 17. 17 maart is vrijdag, plus 7 is 25 maart. Klopt dat? De video van 25 maart, toch zoiets. 25 maart geloof ik. En ik ben nu dus aan de vlog bezig. En ik ben dus Sweet Caroline van DJ Dion. Dus die aan het afspelen op mijn DJ deck. En dit gaat een van de laatste nummers zijn dat ik kan spelen. Voordat ik ga slapen. Ja, let's go! En ik heb net gezien, ik heb dus een foutje gemaakt met het maken van de intro van de vlog. Het is dus 24 maart dat de volgende lijn komt, dat is niet 25 maart, maar 25 maart is een zaterdag. Dus 24 maart komt de volgende lijn. En jullie horen, ik ben nu de muziek van het Formule 1 aan het afspelen. Want, het is binnenkort de schoolweg de Formule 1, denk ik. Het weekend van mijn verjaardag is Formule 1. En ik denk, ik weet niet waar dat juist is. Moet ik het zien. Ik ga dat nu direct doen. Eventjes mijn camera opnieuw zetten. En dan ga ik eventjes zien voor jullie waar het Formule 1 zich afspeelt. Het weekend van 17 in de 19 maart. Waar de Formule 1 caravaan doortrekt. F1 moet je dan zien op mijn GSM. En dan trekt het door naar Saoedi-Arabië. Op 18 of 17 maart is de race om 6 uur 's avonds. Dus ja. Dus dat is zo'n beetje mijn dingen dat ik nu naar het Formule 1 kijk elke race. Ik heb nu ook de dingen gezien van welke race was het weer afgelopen weekend. Daar moet ik ook weer zien. Wat weer gegeven. Bahrein. De openingsrace van Bahrein. En dat wordt echt wel een leuke race. Max Verstappen natuurlijk gewonnen. En ja, deze nummer is echt wel legend. Deze nummer is echt legendarisch en ja, Formule 1, wie kent het nou niet. Het is echt een magnifiek toneelstuk elk jaar erdoor trekt. En ik hou echt van Formule 1, ik geef mijn hart en mijn ziel aan elk jaar. Ik ben echt een trotse Max Verstappen fanboy. Ik ben ook dus een Red Bull fanboy. Die hebben nu bij zijn goede third driver ingehaald. Met Daniel Ricciardo en Max Verstappen zijn, zoals jullie al wel weten, heel goede vrienden van elkaar. En Daniel Ricciardo, ik ben een favoriet, ik ben een fan van hem. Hij is echt mijn favoriete driver van heel de grid, samen met Max Verstappen natuurlijk. Max Verstappen is mijn favoriete driver en mijn tweede favoriete driver is eigenlijk Daniel Ricciardo. Bijna de nu zijn we coureurs. Maar Daniel Ricciardo is eigenlijk mijn favoriete driver geweest aan heel de grid en mijn tweede favoriete.
Mijn favoriete drivers zijn altijd Max, 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 Super Max, Max. Ja, maar Max Verstappen is sowieso mijn favoriete driver van Formule 1. Ik ga er niet onder stoelen van gesteken. Ik heb merchandise van Red Bull Racing. Ik heb een hemd van hun en ik heb nu ook een polo van hun. En ik ben echt een trotse fanboy van Max Verstappen. Ik kan zo zeggen hè, dat ik bij elke race gezien heb vorig jaar. Misschien heb ik er twee gemist. Maar ik heb zelfs Spa gezien, ik heb Zandvoort gezien. Ik heb de belangrijkste race gezien, alleen Japan heb ik niet kunnen zien. Dat ik toen ook een wedstrijd op mijn ochtend. Maar had ik geen wedstrijd gehad op mijn ochtend, had ik gekeken naar de race in Japan. En dat ik heb ook naar Australië heb ik gezien. En Canada heb ik ook gezien. Ik heb echt elke race gezien. Ik zeg het. Tot van 9 uur 's avonds heb ik gezien. Dus echt, ik ben echt een fanboy van Formule 1. Ik had niet onder zo'n banken zeggen. Formule 1 is echt legendary. Nu is het dus 8 voor 8. En ja, ik was drukker dan gaan slapen. Ik ben echt. Het was echt een overmoeiende week. Echt, hoe dat? Wil ik jullie vragen? Ik heb zoveel gedaan deze week. En ja. Vandaag speelt ook OHL tegen Charleroi. Dus hopelijk winnen ze vandaag. Maar ik ga er met z'n stierig mee. Geen overmoeid en ik kan gewoon niet kijken naar de match als ik echt overmoeid ben. In de week zal ik dat doen. Dat ik in de weg te draaien. Aan de weg te vallen. Achter mijn pc. En dat is ook niet de bedoeling. Dus ik ga nu mijn bed inkruipen. Zo. Ook al is het nog maar 7 voor 8. En ja, misschien vroeger gaan slapen. Maar wel beter kunnen slapen. En morgen op tijd opstaan, een uur of 9 of zo. En ja, let's go. En een goede morgen, boys en girls. Ik ben dus weer aan het draaien. En als jullie horen, ben ik Nightmare Sinister Strings edit aan het draaien. En nu moet ik ze een beetje mijn overgang maken. Maar ik weet nog niet naar welk liedje. Mag ik even opzoeken dat liedje. Want het is nog 2 minuten en. Dus dan gaan we naar DJ Furex, Super Saga gaan. Dus ja, let's go. Eerst mijn ochtend een beetje draaien met de herken bij Wii Control Impulse Filmer. En gewoon mij wakker naast te gaan. Ja, let's go. Ik heb er eens ook een potje FIFA gespeeld. En 7-0 gewonnen. Oké, het is nu dus 10:18 en ik ben weer aan het draaien, dus let's go. Ik heb net 3 potjes FIFA gespeeld ofzo. Ik heb alle 3 gewonnen, allemaal op semi-pro of pro. En ja, nu ben ik average zin in heaven aan het afspelen en ja. Hopelijk word ik niet eens copyright straks bij de video. Of een copyright claim, dat wil ik bedoelen. Als ik een copyright claim krijg is het zo, maar ja. Ik ben nu dus muziek aan het spelen en ja, ik ben nu even aan het draaien, een beetje draaien en ja, doe ik wel graag draaien. Zeker mijn Hercules, die controle is wel 200, dus ja. En ja, ik ga een beetje verder draaien, want ik moet een beetje van nietje switchen, dus ja, let's go. Nu op dit moment ga ik waarschijnlijk eventjes live op TikTok. Ik denk voor een uurtje of zo dat ik op TikTok met een setje dat kan draaien. Dus ja, let's go! Oké, boys en girls, ik ben dus net eventjes live geweest op die TikTok. Ik ben een uur en 20 minuten live geweest op TikTok. En ik heb wel heel veel dingen gehad van OHL Charleroi. OHL. Heel veel felicitaties. En ik heb er ook een paar gehad die ik moet blokkeren. Omdat ze mij niet gunden en
gewoon begonnen te neuten over Westerlo en dit en dat. Ik heb gewoon gezegd van ik kan hem blokkeren en dit en dat. Dus, nu ga ik me even neerleggen, want ik ben echt wel moe. Ik ga me even neerleggen, mijn zetel hier, dus ja, let's go. Oké, we gaan dus vanaf nu op 27p filmen. De eerste stukjes waren dus op HD en 60 frames per seconde. Maar ik ga op 30 frames per seconde en 27p filmen. Dat gaat gemakkelijker zijn voor mij. Want je ziet toch maar op 30 frames per seconde, denk ik. Dus ja, waar heeft het nut dat je op 60 frames per seconde gaat filmen? Dus dit is zo'n beetje, het is nu 4:30 ongeveer. En morgen heb ik match. Dus we gaan een ding doen waarmee ik dus mijn zak ga klaarmaken. En ja, let's go. Oké, boys en girls, nu komt dus de grote vraag: wat neem ik mee naar een match of een training? Gaan jullie dat morgen match is, wat neem ik mee? Ik neem sowieso al deze kabas mee. Maar wat zit er in mijn kabas? Voor te gaan shotten. Oké. Met dit twee. Allee, dit een, allee, dat is Kaiser 5 paar voetbalschoenen in. Dit zijn ook Puma Ultras in. Ik denk dat ik deze ga aandoen morgen. Mijn Puma Ultras voor op kunstgras. Wat zit er ook in? Ik heb altijd, maar ga ik morgen nodig hebben, denk ik, een dingen. Ik heb altijd zo van die sleeve's mee voor mijn scheenlappen. Ik heb ook Kipsta scheenlappen. Dat zijn echt goede scheenlappen. Dus morgen doe ik deze schoentjes aan. Mooie rozen. Allee, rozen zijn echt, maar ja. Waarschijnlijk deze zou ik ergens moeten kaatsen, want jullie zien het is smerig. Maar die gebruik ik meestal op gewoon gras. Omdat ik die Puma Ultras niet wil vuil maken. Het is vuil met het gras waarop ik speel. Nu ga ik mijn wedstrijdkledij halen. Oké, wat neem ik sowieso al mee? Mijn wedstrijdkousen. Dit is maatje 44. Mijn handschoenen, zonder handschoenen, geen dillen. Dus die steek ik hier van voor in de zak. En dan neem ik mijn broekje. Dat is een XL broekje, of ja, XL. Met mijn rugnummer 33 op. En hier is nog het logo van onze sponsor. Zwembad Bolle, of zwembaden Bolle. Dus deze is mijn broekje, maat 43, maat niet maat 43, maat extra lars, klopt dat? Maat extra lars normaal gezien, extra lars. Dan heb ik ook mijn truitje. Zwembaden Bolle, Crossing Wissenaken, UP Sports, Unlock Your Potential en mijn rugnummer ook op de achterkant. Ook mijn rugnummer 33. Wat neem ik nog mee? Wat neem ik nog meestal mee naar training? Heb ik hier niet liggen. Maar ik moet mijn trainingspak sowieso aandoen. Maar ik heb dat hier nog niet liggen. Dus dan ga ik ze weten en vroeg behandelen. En wat neem ik nog altijd mee? Altijd een fles drinken. Maar heb ik de laatste keer ook niet meegenomen. En ik ga jullie de binnenkant van de zak laten zien. Oké, zo ziet mijn zak dus er langs de binnenkant uit. Eigenlijk niks speciaals eigenlijk. Hier heb ik de handschoenen gestoken. Ik steek daar nog een flesje A-drink dat ik mag. Dus ja, lekker.
Wat zit er hier nog zo in? Altijd een fles deo, altijd een busje deo. Na de wedstrijd. Dus dat zit er nog in. En nu moet ik dus nog wachten op een trainingspak. Dat krijg ik straks waarschijnlijk. Dat heb ik straks waarschijnlijk, dus ja. Morgen is sowieso een wedstrijd. En kom ik dus aan om 9 uur op de club. 9 uur moet ik op de club zijn, want om 10:30 heb ik wedstrijd. Dus ja. En nu ga ik eventjes snel een douche nemen, want ik heb een douche nodig. Ik voel me echt. Ik heb koppijn. Dus dan kan ik een douche wel appreciëren. En wat ga ik aan doen? Nog een truitje van de OHL. Ik hou deze broek aan. Dat is mijn trainingsbroek van de OHL. En een onderbroek. Maar dat moet jullie niet zien. En een paar kousen. Want ja, morgen is de match. Dus ja, let's go. Oké, het is nu 7:00. Ik ga stilke lang slapen. Morgen moet ik om 7:00 opstaan. Morgen heb ik om 8:30 match. En we vertrekken om iets vracht naar de club. Dus ik moet om 9:00 op de club zijn. Dus ja, om iets vracht vertrek weer thuis naar de club. En ja, morgen heb ik om, hoe moet ik zeggen, om 9:30 match. En ja, tegen Schelle Sport. Dus ja, let's go. En nu is het dus zondag. Oké, het is 5:30. Ook 6:30 bedoel ik, wauw. Ik heb dus een hele namiddag met Sven, ofwel DJ Sven Rix, ofwel Sven Wilkens op YouTube. Heb ik, Sven Wilkens op YouTube, hey. Heb ik een hele namiddag contractjes van de autoshop van een GTA 5 knald. Ik heb ondertussen, hoeveel zou het zijn? 3.163.244 dollar eigenlijk. En ja, dat heb ik dus verdiend vandaag. Allee, ik zat op ongeveer een 750k, dus tel maar eens uit hoeveel dat ik erbij heb gerekend. Ik kan het zelf niet uittellen. Dus ja. Oké, boys and girls, het is dus maandag. Maandag 12:46. Oké. En ik ben nu dus een film gaan zien van Ronaldo. Reacting. Goed fans shouting Messi, Messi. Maar het is gewoon zo. Messi is gewoon de GOAT. Het is niks op aan te merken. Messi is gewoon de fucking greatest of all time. Ronaldo wil dat niet toegeven. Ja, let's go. Nog een morgen. Het is 7:45. Het is dinsdag. Dus ja, let's go. Het is dinsdag 7:45 en ik ben net wakker. Los van mijn fucking voiceover ben ik nu juist wakker. Ik heb van, ik moet vandaag gaan werken van 10 tot 12 en ja. Oké. Ik moet vandaag gaan werken van 10 tot 12 op de vluchtheuvel en ja. Ik heb geen stem meer, dus ja. En ik kop en de druk op mijn ogen en ja, allemaal plezant weer in de ochtend. Oké, boys and girls, het is 2:40 momenteel. Ik ben gedoucht en de kopijn die ik deze morgen had, zoals ik gevlogd heb, en de druk op mijn ogen is weg. Ik heb zojuist, ik heb een half uurtje geleden zo ben ik de rug in gegaan. En toen ben ik gaan douchen. Ja, wauw, wat doe ik anders in een douche? En ik ben een douche ingegaan. Ik ben gaan douchen. Dus ik had eigenlijk koppijn. En door in de douche te gaan is mijn hoofdpijn vertrokken. En ik ben nu toch ook een beetje aan het drinken. Het is de derde ding dat ik drink vandaag, dus ik heb een tas chocomelk gedronken vanmorgen en een tas koffie op het werk en voor de rest heb ik niks meer gedronken. Dus zoals ik altijd zeg, say hydrate kids en drink zoveel mogelijk door de dag heen.
Wees niet zoals mij, die maar twee tassen drinkt in de ochtend en dan eigenlijk niets meer drinkt. Dus dat ik nu in de cola zit om 20 na 2. Dus ja, dat is zo. Het is nu 5 uur 27, dus bijna half 6 eigenlijk. En ik ben nog steeds aan het draaien. Ik heb daar juist eventjes op mijn GTA geweest. En ik ga straks uitleggen. Straks of morgen ga ik in de vlog ook iets laten zien dat ik ook in GTA gekocht heb. Maar eigenlijk nu eerst even, moet ik eerst bij Sandro zijn aan bellen. Dus dan kan ik het pas eigenlijk tevoorschijn brengen wat ik eigenlijk heb gekocht in GTA. Het is ook een auto. Een auto dat ik al heel lang wou. Maar ik heb die ook al gehad. Dus ik heb die ook al gehad, die auto in GTA. Maar nu heb ik die terug. Omdat ik nu meer met zo'n auto's meerijd. Jullie horen mij afkomen. Maar dat zal het volgende stukje van de vlog zijn. Ik ga dat waarschijnlijk de beat al direct opnemen. Oké, we zitten nu dus in GTA. GTA 5 online. En ik zit nog altijd in mijn dingen. Dus ik ga eventjes mijn Secure Serve aanzetten. En dan ga ik zo dadelijk laten zien of we wel. Oké, you guys ready for the reveal? Dit is dus de Coil Raiden. Ofwel in de real life de Tesla Model S. En er passeert nou net zo'n kutwagen. Dus dit is eigenlijk de Tesla Model S in GTA 5. En I'm happy that I have it. So yes. Oké, boys en girls. Het is nu woensdag. Het is woensdag 15 maart. Het is 7:21. Het is nog 6 uur en 39 minuten en ik ben jarig. Ik ga tot 12 uur wakker blijven. Ga ik als jarige Job slapen. En ja. Nu ga ik eventjes wat GTA spelen, omdat ik zin heb in GTA te spelen, dus ja. Oké, het is nu dus donderdag, 16 maart, ik ben dus jarig. En als jullie horen ga ik GTA spelen, de hele dag door proberen GTA te spelen. Misschien ga ik straks ook nog een streamje doen op TikTok en niet op YouTube deze keer, want vorig jaar heb ik op YouTube gestreamd en is er niemand komen kijken, dus... En op TikTok komt er altijd wel iemand kijken. Dus ik ga het zo dadelijk. Ik ga waarschijnlijk om 2 uur zo live. Of om 3:30 tot 4. Half 3 tot 4 ga ik live op TikTok. Dus ja. Dan is het mijn dingen dat ik ga live gaan op TikTok. Dus ja. Oké, boys en girls. Ik heb vandaag nu net. Het is nu nog altijd 16 maart. Ik heb nu net. De laatste video geëdit op mijn pc. Het is een video die dat deze middag om 12 uur online komt. Dus waarschijnlijk jullie die al gezien hebben als die online gekomen is. Dit is de verjaardagsvideo. En ik heb die voor de laatste keer op mijn pc geëdit. Met DaVinci Resolve. En echt, het is op 2 minuten 40 was die gerenderd. Dus what the fuck. Hele mindfuck. Op Sony Vegas had misschien 10 minuten, een kwartier geduurd en weer nu 2 minuten en 40 seconden. Dus ja, let's go. En dit is dus het eindscreen. Ik heb niet gelogen, 2 minuten en 40 seconden. Ja, boys en girls, dit is dus nog altijd 16 maart. En het is nog altijd 15:42. Ah, nog altijd 15:47. Ik ben met. Jawel, Sven bellen. En. Ja, jawel, jawel. Hij ligt daar lekker in het bedje. Ja, laat me gerust. Ja, joh. Nee, joh. Ik wil slapen. Ja, hij wil slapen. Doe papi Monello? Ja, maar nee, ik ben nu al eventjes aan het draaien. Net een bakje daar gespeeld met een kop tis. Nog altijd tis ervan. Like, what the fuck. En het is nu half 8 op zaterdagavond. Donderdagavond wou. En ik ga dus mijn bed silent gaan doen. Want ja. Morgen heb ik. Opleiding. Dus ja, morgen opleiding.
En dan moet ik klaarstaan. Dus nu is het al wacht, dus ik ga even mijn bed doen. Oké, boys en girls. Het is dus vrijdag vandaag. En ja, het is na 5 uur al, denk ik. En morgen voormiddag, op zaterdag, ga ik dus de MacBook Pro 13 inch halen. Kan je halen in de Coolblue in Wilrijk. En vanaf morgen heb ik dus een MacBook. Dus morgen ga ik hem ook unboxen in een video. Wat ik zelf wil doen. Dus ja. Morgen heb ik dus een MacBook Pro M2 unboxing gepland. Ja. Ik heb vandaag opleiding gehad. Het viel best wel goed mee. En vanaf morgen zit ik dus te editen op de MacBook Pro M2. Dus ja, let's go. Ik ga nu eventjes in mijn bed liggen. Dus waarschijnlijk ga ik deze avond niks meer vloggen. Maar ga ik morgen vroeg wel terug vloggen. Dus ja. Ja. En goedemorgen, het is dus zaterdag. En vandaag ga ik de MacBook ophalen in Berkelo. In Wilrijk. Dus vandaag ga ik de MacBook ophalen in Berkelo in Wilrijk. En ik mag mijn PC nog aanzetten. Dit is de laatste keer dat die PC zo aangaat. Misschien gaat hij nog aangaan hoor, maar gewoon veel minder. Dus ja, let's go. En ik heb zo net een mailtje gekregen van Coolblue dat mijn bestelling klaar ligt in de winkel in Wilrijk. En ik ga dit dus vandaag afhalen in de winkel in Wilrijk. Dus ja, let's go. Het is nu ongeveer binnen 8 uur, denk ik. Ik ga eens kijken. Het is 7:45. Bijna 8 uur dus. En ik ga snel een pulletje aandoen. Want ik begin het wel koud te krijgen. Dus straks is de MacBook unboxing. En ik heb al een beetje klaargezet. Ik ga jullie laten zien wat ik heb klaargezet. Oké, ik heb mijn tripod klaargezet. En mijn dingetje met mijn telefoon. Dus ik ga met deze telefoon dat ik nu vast heb. Waarschijnlijk de unboxing filmen. Dus let's go. We gaan de unboxing filmen, lekker. En het is nu dus ongeveer. Het is nu 2:05. En ik ben mijn MacBook nu al aan 4 uurtjes om te gebruiken. En ik heb al de MacBook Pro M2 unboxing. Die afgelopen dinsdag online gekomen is, heb ik al geëdit met dus de MacBook. En echt wel goed geëdit eigenlijk, vond ik. En het heeft me wel 3 keer opnieuw moeten, dus eigenlijk 4 keer in totaal. En ik heb nu bij bol.com, daar heb ik nu een USB-C hubje besteld. Maandag komt dat toe. En dan kan ik beginnen met draaien op mijn laptop, op mijn MacBook. Daarvoor heb ik hem ook meer aangekocht. Dat ik bijvoorbeeld ook onderweg met mijn Juice kan bezig zijn. Met mijn FL Studio, zo, die dingen. En ja, ik ben blij dat ik toch die MacBook Pro heb aangekocht. Ik ben echt heel blij dat ik toch een MacBook Pro heb. Ik heb nu ook de Telenet TV, dus ik ga straks de kwalificaties van Formule 1 opvolgen. En misschien nog een paar voetbalwedstrijden of tv opkijken. En ik heb deze morgen 12 FIFA gespeeld. En ik raad het niemand aan om nu. Allee, ik raad het niemand aan om afgelopen zaterdag de FIFA te spelen. Ik heb het niemand aangeraden. Dus echt, wat een kut service waren het in de ochtend. Ik heb wel Luis Diaz en zijn 88 kaartjes gespeeld. Van footballers. Dus nu ga ik die elke dag doen. Die footballers. Dus morgen moet ik weer. Allee, of vanavond moet ik weer een footballer de dingen doen.
Dus we zullen wel zien of wat ik verder ga houden. En nee, ik ben blij dat ik die MacBook heb. Dus een video waarin ik de challenge heb met Sven. Ja, dat weet je nog niet, maar ik heb een challenge met Sven aangegaan. Een FIFA challenge. Waarmee ik dus met Schmeichel 83 rated in goal moet gaan spelen. En daarmee heb ik nu dus die challenge aangegaan. En moet ik nu dus met die MacBook die challenge ook editen. Ik ga ook bij hem de challenge editen, dus ja. En hij heeft ook een nieuw kanaal, dus ja. Ik hoop dat deze video echt wel views haalt. En ja. Ik ben echt blij dat ik die MacBook heb gekocht. Echt, het is echt zo'n mooie MacBook. Met de touchbar en al, echt zalig om mee te werken. En hierbij wil ik ook deze vlog afsluiten. Het was voor mij een leuke vlog om te maken. Ik weet het, ik heb heel wat gedaan deze week. Ik heb een weekje en een half zo'n beetje gevlogd. En nu heb ik de MacBook, dus nu ga ik de vlog afsluiten. Dat ik die vanavond nog kan editen, of ja, dat ik die vanavond kan beginnen editen. Dat ik die tegen vrijdag klaar heb, dus ja. Ik wil jullie graag heel graag bedanken voor het kijken naar de vlog. En de volgende vlog is weer met de camera. Maar nu heb ik nog niet de gear om met de camera te werken. En ja, dit was zo'n beetje de vlog. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En zie ik jullie guys graag terug in een nieuwe vlog. Met een nieuwe video. Dus ja, bye bye!